De aarde wordt langzaam maar zeker warmer en onze huidige energiebronnen raken op. Daarom moet er iets gebeuren, zeker ook op gemeentelijk niveau. Want ook gemeenten kunnen, in samenwerking met burgers en bedrijven, een bijdrage leveren aan een goede en groene toekomst. De gemeente Lingewaard geeft het goede voorbeeld. Omdat we vandaag de beschikking hebben ontvangen van agentschap.nl voor onze biomassa-vergissingsinstallatie. Wat houdt dat in, Jan? Nou, die subsidie die daarmee gepaard gaat, dat betekent dat de onrendabele top die bij een biomassa-vergissingscentrale nog steeds aan de orde is, dat die wordt vergoed om dus een draaiende case te krijgen. Wat gaat jullie centrale doen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die gaat biomassa inzamelen en die biomassa die wordt vergist volgens een vergistingsproces, natte vergisting heet dat. En daar komt biogas uit. Dat biogas gaan we opwerken naar groen gas. Dat wil zeggen dat het aardgas kwaliteit krijgt. En vervolgens wordt het geïnjecteerd in het aardgasnetwerk van het glastuinbouwgebied hier in Bergerden. Dus het komt direct weer terug? Het komt direct weer terug. Het groene gas gaat wel het aardgasnetwerk in, maar de biomassa die komt maar gedeeltelijk uit Bergerden. De gemeente geeft ruimte aan het opwekken van duurzame energie. Of het nu gaat om het halen van energie uit zon, water, biogas of wind. De techniek van de toekomst moet ook in Lingewaard een plaats krijgen. Gaat de gemeente Lingewaard de bewoners daar wat van merken? In positieve zin of misschien in wat andere zin? Nou, het is zo dat tuinbouwgebied Bergerden die produceert eigenlijk al de hoeveelheid energie die in de gemeente Lingewaard wordt geproduceerd. En ons aandeel in groene gas wat wij leveren aan Bergerden is 20%. Dat zou je dus kunnen vertalen dat het 20% van de energie die gebruikt wordt aan elektrische energie in de gemeente Lingewaard groen wordt opgewekt. Dat is een spannende ontwikkeling. Is het een begin voor een veel groter geheel of is het een eerste stap, daar blijft het bij, Ab? Nou, het zou best wel eens kunnen dat we dit initiatief uitbreiden met wat andere initiatieven op het gebied van biobased economy. Jan, kun je nog kort zeggen voor de kijkers wat biomassa inhoudt? Want daar zijn ook heel veel misverstanden over. Nou, biomassa is eigenlijk alles wat te vergisten is, maar biomassa is bermgras, het is levensmiddelen die over datum zijn, het kan mais zijn, het kunnen landbouwproducten zijn. Dat is niet onze insteek. Onze insteek is om afvalproducten te vergisten, maar eigenlijk alle producten die dus vergist kunnen worden. En dat is eigenlijk een proces wat eigenlijk ook in de koeienmaag gebeurt. Biogas wordt gevormd door bacteriën en die bacteriën die maken methaangas en de methaangas heet dus dan biogas. En daar zit ook CO2 bij in. Op laatste vraag. Dit is voor jullie echt een mijlpaal. Want jullie nu hebben die subsidie, heb je nodig om die stap te kunnen zetten? Nou, we trekken eigenlijk al jaren aan dit project. En nu zijn we dan eindelijk beloond dat we die subsidietoezegging hebben. Wat Jan al aangaf, die onrendabele top, die kan nu worden afgedekt. Dus nu kunnen we echt beginnen. Natuur en ruimte zijn van cruciaal belang. Niet alleen voor de burgers van Lingewaard, maar uiteraard voor iedere gemeente. Lingewaard geeft met de komst van een biogasinstallatie in Huissen in elk geval het goede voorbeeld.